Het is maatschappelijk onverantwoord dat de bushouders vanaf nu weer hun diensten hervatten. Dit haalt de voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, VOSOV, Suraj Sahadeo Lal aan, in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij zegt dat zijn organisatie de bushouders niet heeft opgeroepen om vandaag weer te rijden. Sahadeo Lal wijst er verder op dat de particuliere lijnbushoudersorganisatie, PLO, dat wel heeft gedaan, maar dan als wraakactie omdat de subsidiegelden niet uitbetaald zijn. De VSOV-voorzitter zegt dat de bussen pas kunnen rijden na gesprekken met alle belanghebbenden. Nu moet er volgens hem geen grappen gemaakt worden met de gezondheid van de gemeenschap. En daarom hadden wij als organisatie gezegd dat geen enkel bus gaat vanaf maandag rijden en ook niet voor 4SRD. Want u weet, toen de COVID-besmettingen nog beneden de 50 was, dan zijn wij in de lockdown-periode gezet. En nu dat de besmettingen dicht bij de 500 zoveel zijn, dan moeten wij onze diensten gaan hervatten. Hoe maatschappelijk verantwoord is dat? En wij als een respectabele organisatie. Wij hebben eerlijk en oprecht ons standpunt kenbaar gemaakt en wij hebben dat ook medegedeeld via de media en wij waren ook in deze daarna dan benaderd door het COVID management team om in bespreking met hun te gaan en waarbij dan wij benaderd zijn geweest met betrekking tot het openbaar vervoer COVID protocollen. Bij deze hebben wij van gedachten gewisseld en wij hebben toen een complete protocoloverzicht in elkaar gezet en wij hebben toen gepresenteerd. Verder haalde Sahadeo Lal aan dat er nog een gesprek moet komen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden of de chauffeurs met volle bussen mogen rijden en wat de compensatie zal zijn als anders besloten wordt. Indien wij met volle bussen gaan rijden, dan is er geen bedrijfscompensatie die erbij gaat komen kijken. Indien wij met halfvolle bussen gaan rijden, dan komt er wel een bedrijfscompensatie bij kijken. En daaromtrent moet er nog een onderhandeling plaatsvinden. En indien er een duidelijkheid zal zijn in de situatie, dan kunnen wij overgaan naar een stappenplan. Met betrekking tot de promovideo die gemaakt moet worden, naar aanleiding van de protocollen die ontwikkeld zijn en de flyers, wat de COVID-richtlijnen zijn voor ons openbaar vervoer en dat zal gepromoot gaan worden. En uiteindelijk als laatste van onze stappenplan is dan de aanvang maken met de busdiensten. De voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, Suraj Sahadeo Lal. Hij zegt dat het gesprek met het ministerie hoogstwaarschijnlijk in de loop van deze week zal plaatsvinden.